Ja, we hebben een raadsvergadering aangevraagd, spoedraadsvergadering, buitengewoon. Met het onderwerp bestuurscrisis in het college. Ja, de aanleiding daarvan is het volgens mij duidelijk. De afgelopen weken, sinds 18 mei, hebben we kennis genomen dat het college niet meer vergadert. Omdat er een dispuut is omtrent een bouwvergunning of een uitzondering op een bouwvergunning die wordt aangevraagd. Het gaat erom dat een ontwikkelaar op de kavel C van de voormalige Sunset wilt ontwikkelen. Die kavel heeft een bestemming van verblijfsrecreatie. De doelstelling en ook de criteria voor zo'n kavel stelt dat je een gootlijn tot 12 meter mag bouwen. En de gebouw zelf, de bouwhoogte mag maximaal 15 meter. We horen heel veel discussies dat mensen zeggen, ja, er is een bouwverbod op Bonaire om tot 5 verdiepingen te bouwen. Ja, nee, dat bestaat niet. Wat het stelt is, de gootlijn maximaal 12 meter, de bouwhoogte maximaal 15 meter met een aflopende dak. Dus dat dak moet dan schuin naar de gootlijn toe lopen. Het belemmert jou niet om tussen de 12 en de 15 meter ook woonruimte in te richten. Alleen heb je dan schuine muren. Dan kan je een dakkapel als het ware doen, als het ware een zolderkamer. Dus dat zou mogelijk zijn. Alleen verkiest deze ontwikkelaar daar niet voor. Die wilt niet schuine daken, die wilt aanspraak maken op een mogelijkheid die ook in de ruimtelijke ontwikkelingsplan staat. Dat je in bijzondere gevallen vrijstelling kan krijgen ten aanzien van de goothoogte, al dan wel de schuine dak. Dat je dus een plat dak mag hebben op 15 meter. Nou, bijzondere gevallen. En dan stelt het ook in die criteria, die bijzondere gevallen, indien een bijzonder geval wordt herkend, kan de bestuurscollege alleen de uitzondering geven indien het straatbeeld niet verandert, het geen impact heeft op het verkeer, anders dan wel de beeld of de waarde van de omgeving verandert. Mind you, die vrijstelling is geen recht. Die vrijstelling is een mogelijkheid waarbij in bijzondere gevallen dus die vrijstelling kan geven voor een plat dak. Allereerst hebben wij tot heden niet eens herkend wat de mogelijke bijzondere geval van algemeen belang zou zijn waardoor je zou moeten afwijken, waar je zo'n vrijstelling zou moeten geven. En ten tweede, ze kunnen al 5 verdiepingen doen. Waarom? Kijk, een verdieping mag je zelf de hoogte doen die je wilt. Natuurlijk zijn de belemmeringen internationale normen. Hier op Bonaire gaan ze ervan uit dat elke verdieping om en nabij 3 meter is. Dus als de goothoogte op 12 meter is, dan kan je ervan uitgaan dat ja, dan kan je 4 verdiepingen, volwaardige verdiepingen, laat maar zo maar zeggen, met rechte muren. Maar dan kan je nog steeds tussen 12 en 15 meter kan je nog steeds een verdieping doen, 3 meter, maar dan met schuine muren. Dus je kan al naar 5 verdiepingen, alleen met schuine muren. De enige criteria die ik kan bedenken waarom de ontwikkelaar een vrijstelling wilt, is voor meer oppervlakte. Waardoor ze meer kunnen verdienen. De vraag is dat een bijzonder geval van algemeen belang waarvoor ik vrijstelling moet geven? Naar ons oordeel nog niet, nee.